Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ga even de deur open doen, want de airco wordt vandaag geïnstalleerd door het hele huis hier. Dus dat is wel echt super nice. Kijk eens even. Ze zijn er hoor, dames en heren. Ik zie dozen, ik zie airco. Hier word ik heel blij van. En ik ben ook nog steeds heel erg blij met mijn nieuwe schoenen. Die had ik laatst gekocht. Ik heb echt hele vette nieuwe schoenen gehad. Deze Nike's. Ik ben heel erg blij mee. Ze zijn echt clean. En ik heb gewoon maat 45 in deze. What? Ik wist dat helemaal niet, maar maat 45. Damn, big feet. Zo nice, want die schoenen die doe ik in één keer aan en daar heb ik helemaal geen blaren mee, niks. Die zitten echt meteen perfecto. Zo, we gaan eens even goedemorgen zeggen tegen Jan de tuinman. En dan gaan we hem eens even een lekkere koffie aanbieden ook. Morgen. Morgen zo. Wil je lekker bakkie? Wil je een lekker bakkie? Alsjeblieft, lekker. Gaan we regelen. Kijk, dan knallen we deze even aan. Hoppakee. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles oké? Okay? Zeker, zeker. Nice, jullie hebben alles bij je. Ja, toch? Lekker hoor. Ik ben heel erg benieuwd. Op dit moment, dames en heren, worden de voegen gedaan hier van de tegels. En ik heb dit nog nooit gezien en misschien jullie ook niet. En ik weet dat jullie het leuk vinden als ik jullie zoveel mogelijk meeneem in het hele proces. Dus vandaar dat ik het eventjes ga filmen. Ik zie dat Maarten eventjes met de slang aan het spelen is. Ja, ik ben van het water. Van het water. Water van het water. En ik zie dat Jan bezig is met dweilen. Trekkeren. Trekkeren. Hoe werkt dit precies, Jan? Wat ben je aan het doen? Ik zie gewoon één grote smurrie op de grond. Ja, we maken er gewoon een lekker papje van. En daardoor zakt het, zeg maar, omdat het nat is, zakt het allemaal meteen naar beneden. Dan vegen we hem helemaal in. Dan laten we hem even een uurtje, anderhalf aantrekken zo meteen. En dan doen we hem nog een keer nat sproeien. En dan is het, zeg maar, één keer dat effect. Wat? Zo werkt dat gewoon. Dus je smeert gewoon die drap op de grond, doe je water bij. En dan is het eigenlijk gewoon heel veel trekken heen en weer. En... Ja, ja. Kind kan de was doen. Oké, okay, nou mooi. Ik heb een ander goed nieuws. Ik heb die hoodie, komt denk ik eind deze week binnen. Ja? Die andere, in die kleur van Maarten. Wow, in een maatje groter ook. Ja, lekker. We zijn een team, ouwe. Ja, dat zijn jullie dezelfde kleur team Jan de Tuinman. Een beetje gezond jaloers op zijn kleurtje. Nou, super. Ik was een pakketje kwijt, maar die lag bij de buren, dus die ga ik even ophalen. En ik heb nog een ander pakketje binnengekregen. En die ga ik, als het feest is hier, ga ik die geven aan iemand. En dat is wel echt een heel erg speciaal cadeautje wat ik heb binnengekregen. Dat heb ik besteld in het buitenland. In Engeland komt het vandaan. En dat is echt iets heel erg tofs. Ik heb het zo net voor het eerst gezien. En ik heb hem weer opnieuw mooi ingepakt. En dat is zo'n gaaf cadeautje, al zeg ik het zelf. Maar ja, nog heel even wachten op het feest. En dan komt die persoon hier langs voor het feest. En dan kan ik hem het cadeautje overhandigen. Maar dat is echt heel tof. Wauw, ze zijn echt weer een flink stuk verder met het voegen hier. Dit is niet normaal. Wat een prachtig plaatje en wat een terras zo. Het is echt ongelooflijk. Ik ga eventjes lopen naar de tafeltennistafel. Want daar staat mijn maatje. Oké dan. Oei, heb je nieuwe? Oh, deze heb ik ook nieuw, hè? Oh, wat ruik ik. Oeh, ja, dat ruikt naar stront. Ja, die moet je niet open doen, die container. Maar dat kan ik dan toch niet laten. Nee, als je iets niet mag, dan wil je het eigenlijk doen, hè? Ja, ik ga het doen, ja. Boah, ik weet niet of die vandaan komt, man. Ja, dat komt daar vandaan, man. Ja, ik heb een nieuw frisbee gekregen voor mijn verjaardag. Wauw. Dus deze is nice. Doet niet zoveel pijn als je hem, zeg maar, gooit en vangt. Zo. Zie je? Doet niet zoveel pijn. Wel fijn, ja. Net een deksel van een beker. Maar ik heb ook deze. Die heb ik nog niet getest. Dus dat is een frisbee. Ja, dat is vaag, hè? Het schijnt wel moeilijk te zijn, hoor. Er is een bepaalde manier van gooien of zo. Wat? Wow, die was echt nice. Zie je dat? Hey, je moet er dus gooien met die code omhoog. Want jij bent rechts, toch? Ja. Oh, ik moet hem harder gooien, blijkbaar. Die is vaag, hè? Oh, wojo! Oh, die ben ik kwijt. Zo, die ging wel echt heel hard recht naar voren. Hij ging bijna tussen de pies door. Ja, hier zijn heel veel prikkels en brandnetels, geloof ik. Ja, die gaan we moeilijk terugvinden. Bijna Willis is er weg, man. Ja, hij ligt sowieso hier verderop. Ik zie hem. Ja, zie je hem? Yeah, ja, nice. Ah! Gaat ie? Wat zijn die allemaal? Haal die eens uit je tuin. Je weet dat hier allemaal spullen komen te liggen, bal en zo. Ah!
Maar waarom jij wel en ik niet dan? Dat snap ik ook niet. Ja, eigenlijk wel, maar... Oké, we zijn weer back in the game, chat. Oké. Oké, Thijs, oké. Hij gooit wel gek, hè? Oké. Juist! Dat is hem. Alweer? Ik schreeuwde omdat ik dacht dat hij blij was, maar hij kwam weer tegen een prikkel. Het is even een beetje wennen hoe hij gooit, maar als je het helemaal... Ja, zo, rechts. En die code moet omhoog. Oh, joh! Ja, het is echt even een beetje wennen dit. Thijs gaat zo'n mooie frisbee naar mij gooien. Keurig. Doe gewoon in onze eigen tuin. Hoe bizar. Hey! Wee! Hoppa! Wow, heel goed. Bijna. Oké, dames en heren, we gaan straks eventjes naar de winkel. Waar gaan we naartoe, dames en heren? Naar de Sligro. We gaan naar Sligro en daar gaan we even inkopen doen voor het feest. Dan gaan we ze vieren doen, dus we wachten nog even op de vierde persoon. Ja, die is er denk ik wel al. Wat ziet er leuk uit trouwens. Ja, de slipper zo mooi. Ja, echt nice. Ja, kom maar bro. Ik vang hem in mijn mond, ja. Oh. Oh, wat? Ik had hem. Zal ik hem in mijn mond vangen zo? Ja, doe maar. Je moet hem zeg maar omhoog gooien, zodat hij zo zachtjes landt. Bijna pannen, man. Nee, dat toch te hard. Ik kon toch wel staan, hè? Als hij dichtbij is, wordt het echt eng. Zo hard. Ja, dat is man. De bedoeling. Fire. Wow. Zijn ijsbroek gescheurd. Gooi ze één keer hier zo. Huh? What the fuck? Je was in de war, hè? Gewoon helemaal daar. En jij nu eens liggen dan? Kijk, dat is de bedoeling. Ik weet dat hij misgooit en dan mag ik. En dan... Oh! Die is perfect tussen mijn handen door. Dat is de bedoeling. Oké, laten we boodschappen doen. Oei! We hebben net frisbee gegooid. En nu krijg ik een cadeautje. In de vorm van een frisbee. En ik voel het is een hoepel of zo. Is het een frisbee? Je weet niet wat het is. Gast. Een hula hoop. Weet je niet wat dit is? Je hebt dit nodig, begreep ik. Nee. Ja. Oh, shit de boel! Ja! Je zet je zo neer en dan dit is je vak waarin je shit de boel. Juist! En dan als je dan wil weten wie het dichtstbij ligt. Wow, hey, dat is zo'n leuk cadeautje. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, dat is echt lief. Dat is echt leuk. Het is wel leuk, dan ga je toch dan niet. Ja, kan je hem wel gooien, maar... Zo mooi, een frisbee. Ja, ik dacht wel groot inderdaad. Wow, super lief. Dit is echt nice. Leuk cadeautje. Die gaan we bij de Shade Boel neerleggen. Ja, ik dacht voor de pingpongtafel en de Shade Boel, maar pingpong had je zelf alles diezelfde dag al gedaan. Ja, dat is helemaal kut. Tot hè? Tot de 11. Tot de 12 doen we dan. Tot de 11 punten wil je pingpongen. Wow. Ja, joh, toevallig. Wil je 11-0 verliezen? Zie je, dan daag ik hem uit. 11-0, let op, 11-0. Oké, okay. Heb je hier ook natte training? Nee. Ja. Nee. Ja. Ja. Wel wisselen. Omdat die bang is dat je uitgaat. Broek. Voor de shirt. Oh, die is voor mij. Oh. Ja. Dat is ook de enige puntje van mij. 11-0 is onder de tafel kruipen. Ja. Ah! 1-0. Oei! Oh, jij hebt wel echt zo'n slag alsof je professioneel bent. Oh! Oh. Ah, dit was wel heel mooi. Oeh, wat? Nee, dat was wel heel mooi. Thanks, man, ik kom er nog meer. Oh! Ah, 4-1. Oh nee, niet 5-1.
Oh. Maar ik wil wel niet meer om de tafel, hè. Oh! Dat was een win. 6-3. Zo ben ik klaar. 6-4. Of 7-3. Heb ik opslag? Ja. Of 8-3, sorry. 8-3. Hard service, net service. Net service, 8-3. Beton service. 9-3. Alles is mogelijk, hè, Thijs? Come back down, baby. 8-4. Oh, 9-4, sorry. Tegen zijn eigen pet. Oké, 10-4. Nog één keer surf. Oh, ik moet het mooi afmaken. Niet gelukt, vriend. Ik ga. Weet je wat echt mooi is aan pingpong? Ja, dat. Karma. Karma is a bitch, friend. Ja, dat is. 11-5. Valt mee, Thijs? Tot 12 doen we. Ja, ja, tot 12. Oh. Wat denk je zelf? Die fokken met Benny, man. Moet je één keer op mijn blote bil dan? Dat was een leuke pot. Doe eens één keer op mijn bil zo. Je moet. Je hard. Hoe hard, serieus? Nee, met het bedje. Hij wil met het bedje. Nee, niet met het bedje. Ben je gek? Oh. Met balletje. Ja, doe maar met het bedje. Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Oh, dat was zo'n slecht idee. Ja, dat was wel een slecht idee. Oh! Wil je het aanbod? Oh! Zit hij vast? Oh, hij zit er nog in. Nee, serieus nog in. Oh, dat is zo dom, bro. Oh, jezus. Oh, kijk dan. Oh. Dat kan je niet laten zien. Nee. Je moet je wel symmetrisch maken. Je zegt echt, kan de andere ook nog? Ja, ja, doe maar. Man. Doe maar. Hey, het zijn jouw billen, man. Even kijken, moet hij hier om. Hé, we hebben thema face rood. Misschien kan je je hele lichaam doen. Oh, ja, die was goed, die was goed, die was goed. Je zat er perfect na, volgens mij. Zoveel zin in. Mooi, precies rondje ook gewoon. Dat was zo'n smiley kontje. Hey, let's get it, man. Hey, laat die billen zien. Moet je eens kijken. Let op, hè. Ja. Ziek, hè? Nou, zat ik ook echt op te wachten. Jullie een keertje? Nee. Maar, met de pingpongbal. Ja. Hoe dan? Dan kan die aardig slaan. Ja. Zeker. Hij slaat echt hard. Hey, de lood in zit of zo. Ja, oké, we gaan even door. We gaan even inkopen doen voor het feest. Oeh! Het ijsbad, hè? Ik heb zwembroek bij. Yes! We're gonna dubber some ice. Wat zeg je? I don't speak Dutch. Het bad is bijna klaar, of niet? Ja, ik ben hem aan het vullen. Ik denk als ze hem tot hier ook zo'n beetje doen, is vol zat. Ja, hoeveel zou het nu zijn? Hoeveel graden? Het is nu... Klopt dat? 20? Ja, dat zou goed kunnen. Want nee, kraanwater is kouder, toch? Ja, dat is 14. Maar er zat nog wat water in. Oké. Okay. Dus maar zo meteen ijs erin. Like je. Dat wordt echt nice. Dan kunnen we met z'n tweeën bijna in. Ja, Marjan en ik die zeiden al tegen elkaar. Van, ja, Thijs van de ademhalingstechnieken, oefeningen en van een ijsbad. Je hebt zelf ook zo'n soort emmer. Zo'n grote emmer waar je in kan zitten. Zo'n ton heb jij. Lang niet gebruikt, maar die heb ik wel eentje. Ja, dus ik ben benieuwd hoe jij dat doet. En dan gaan wij het ook doen. We gaan het fixen, man. Dat wordt nice. Easy peasy. Dus later in de vlog vandaag nog een ijsbad met Thijs en Myron. Dat wordt echt super nice. Sorry, ik klapte wel op, man. Ik klapte mijn hoofd ook tegen de zak. Oh, ken je dat stukje van je pet? Oh ja, dat doet echt pijn. Oh, zie je dat stukje van je pet hier zo? Kijk, dat puntje, oh, die stoot ik vol tegen de zak. Dat is pijnlijk, man. Daar moet ze iets op verzinnen, man. Ja, jij ligt echt in. Oh. Weet je wat je dan ik doet? Ik heb de stoelen naar voren gedaan voor jou. Dat is niet waar. Ik heb zo'n last van mijn hoofd en ik zeg... Wah. Oh, zo goed, Mandy?
Zo goed? Ja, nee, is goed. Is hij zo goed of moet hij nog iets meer naar voren, Mandy? Vonden ze dat je te veel lag? Nee, ja. Ik ben wel zo misschien uit beeld, man. Zo goed, Mandy? Ja, perfect. Het ziet er wel echt nice uit, man. Je moet van deze kant doen. Ben je niet nog verder naar voren? Ja, misschien wel, ja. Het is een beetje alsof je in een attractie zit. Ik kan niet meer verder naar voren dan dit. Maar je dan, oh, maar dat voel ik dus niet nou. Nee? Zit je helemaal vast? Oh, kijk dit allemaal. We gaan dik. Ik kan gewoon je werk doen als je wil. Je ziet er zo dom uit. Hoezo dan? Je moet ook gewoon naar achter kijken om tegen hen zo te praten. Ja, dat is echt. Ja, want wat dan als ik ze helemaal zo ga? Helemaal zo naar achter. Ja, dan ben ik jou kwijt zo. Zit ik zo heel tijd. Zal ik eens nog een stukje naar voren doen? Kan dat dan? Nee, dat zit ik op z'n max, man. Dit is zo random, man. Vind je lekker? Heeft ooit iemand deel gedaan? Nee. Alsjeblieft. Ja, dat is wel hard, man. Dat is wel fijn, man. Het zou ik de vuur van een vier laten zien, weer. Het ziet er zo raar uit. Je hebt een ruimte ook hier bij je benen. Ja, zo zei je, tijd zit wel heel ver achter. Oké, okay, kijk maar naar voren. Is dit een goede keuze? Ik denk dat deze wel een goede keuze is, hoor. Voor al die treetjes erop. Oh, zo! Huh, wat een grote car. Ja. Laat eens zien. XXL. Dit is niet al een verdrankflessen. Die gaan allemaal eraf. Oh ja. Oké, Thijs, kom maar zitten dan. Zo'n kleine, kleine baby is. Zijn dit hek in een kindje? En zo pas op, hè. En zo pas op, hè. Niet zo, hè, vriend. Nu voel je echt weer even zo'n kiddo, hè. Ja, nu voel ik me weer mezelf. Oh, wee, ja, als je mij hebt. Oh, nee. Oké, okay, oh, nee. Hey, misschien hadden we toch beter met z'n tweeën kunnen wat gaan. Wat we hebben is die shotjes. Shotjes? Specs shotjes. Kijk, dat is lekker. Specky! Doe die niet eentje? Zure matte shot. Voor jou, dat is wel lekker, denk ik. Rood, hij is ook rood. Ja, dat is echt lijn. Die moet mee. Die moet mee. Ja? Deze ja. Niet, deze moet niet, er dan bij, niet. Want waarom staat het? Disney is thema vibes. We hebben zure matte. Ja. Laten we die alle vier meenemen. Goed, ja, daarom. En dan één zo'n bakje. Maar we hebben super veel snoep. Heel veel. Ik denk dat we twee karren vol snoep hebben. Oh, Mandy, pas op, hè. Wat valt moet je betalen? Oké, kom. Oké, ik ga eruit, hè. Oh, je vertrouwt niet als ik hier achter kom. Nee, maar nou komen er allemaal spullen in. Dan ben ik daar. Hoeveel zit daarin? Zes. Oh, top. Kijk hoe lomp lang deze car is, jongen. Ik beweeg niet, kijk. Hij is echt lomp. Wat ben je ook allemaal aan het doen? Moet je dit ook allemaal kijken, dames en heren. 2,7 kilo rundstoofvlees. Wat, kijk dan. Chili con carne. Oh, dat is die van Theo. Wat? Wauw. Is niet normaal. Kijk dit dan ook. Stoofvlees. Bijna 3 kilo. Boah, al die grote bakken hier, hè. Dit is gewoon echt gewoon een supermarkt XXL. Wow, bro. Nee, niet knakworsten. Ja. Ik heb die laatst nog gehad. Die zijn toch niet zo groot? Wow. Zijn echt van die joekels. Ja, dit zijn frankfurters. Dat is iets anders dan knakworst. Jij bent gek op Theo, hè? Ja, Theo is leuk, man. Shout-out naar Theo, man. Theo. We hebben jullie door. Jullie kopen gewoon alles hier in winkels. Ja, als je dan bijvoorbeeld ergens bij een winkel komt en dan zo aan het einde, voordat je gaat afrekenen, dan zie je dit soort bakjes daar allemaal liggen, weet je wel. Zo'n bakje, dan staat dit gewoon zo open, zeg maar. Dan kan je zoiets pakken. En nu heb je gewoon alles in grote dozen. Het ziet er gewoon gek uit. Het is gewoon leuk om in zo'n winkel überhaupt even te komen en te kijken. Holy moly, gast. Bijna een kilo cornflakes. Wat? Dit is het grootste pak wat ik ooit heb gezien. Dit is groot, mijn jongen. Dit is echt groot. Hoeveel is dit wel niet? 10. Een kilo. 10 kilo zegt. Hey, ik wist het wel, man. Ik kan echt serieus goed inschatten. Pak een product. Laat niet zien hoeveel die weegt. Oké. Okay. Deze. 340 gram. 340? Ja, nee, dat wist je. Nee, jij pakt de groen zelf. Nee, dat had je al okay, gezien. Pak mijn handen. Kijk, pak staat precies 340. Dat kan nooit, dat hij eerst 10 kilo zegt en dan een kilo pak is. En dat kan nooit, jongen. Dat heb je al gezien, dit. Oké, okay, ik ga iets super randoms pakken. Hier, deze. Hier. Hoeveel is dit? Ja. En nu, hè? En nu.
800 gram. 800 gram, nooit, jongen. Hoeveel is één zo'n pak? Dat weet ik niet. Oh, staat hier op. 500 gram is één ding. Ja, dus dat is 2 kilo. Dat is niks. Ik kan het niet inschatten, man. Al die gains van de laatste tijd. Oké, okay, hier, wacht. Dit. Hoeveel is dit, denk je? 200 gram. 350. Hey. Dat is goed. We zijn een spelletje aan het doen. Oh, zij moet ook spelletje daar doen. Ja, misschien ook, denk En zo jij deze, ja, ook dit. Wow, dikke pot te gek. Holy moly, dit is allemaal frituurvet en zo. Het lijkt wel emmers verf, hè? Het is gewoon allemaal frituurvet. Zet de camera even neer, nou mag jij. Je weet dat ik hier ook bij pot sta. Oh, dat valt mee. Dit is 10 kilo. Ik weet het niet, man. 10 kilo. Zie je, dat zeg ik toch? Boom! Precies, 10 kilo. Oké, okay, we moeten even checken of dit genoeg is, vraagt Myron. Dit zijn 7 kratten. Ja, 7 kratten. Dat klinkt echt als weinig. Ja, hè? Ik drink zelf persoonlijk wel een kratje. Nee, ik drink geen bier. Ja, zullen we gewoon doen hoeveel wij denken dat goed is? Dat is misschien wel beter. Ja? Heb je steekwagen? We hadden precies hetzelfde idee. Oh ja, moeten we wel wat kratjes bijhalen, sowieso. Zo, dat is lang geleden dat ik een krat pils heb gehad, zeg. Dat doe ik echt nooit dit. Besef, we halen ook gewoon allemaal drankjes of van andere mensen. Ik drink eigenlijk helemaal niet. Ja, als je een feest geeft, dan moet je natuurlijk wel de mensen die komen een drankje kunnen aanbieden. Maar er zijn best wel wat vrienden van mij die bier drinken. Dus ja, we moeten wel wat inslaan. Een meter wijn. Een meter wijn? Eén lange fles is ook helemaal gek. Oh, er zit niks in. Oh, er zitten 3 flessen in. Oh, nee. Ah, oh, dat vind ik niet leuk. Ik dacht dat is gewoon één lange fles. Je moet ook altijd met 2 kratjes lopen, hè? Anders is het evenwicht eruit. Balans. Even kijken. 4, 8, 19, 11. 24 flesjes op een krat. Dan heb je 8, 19, 11 keer 24. 251. Eerst keer 10 doen, hè? Nee, is niet zo. 24 keer 10 is 240. 24 erbij is 284. 264. Ik heb de school wel afgemaakt. 264 is het. Dat is wel genoeg. Ja, dat is wel genoeg, denk ik. Je snapt trouwens wel waarom we dit bier halen. Hè? Het thema van het feest is rood. Rood. Ja, er komen ongeveer, tussen de breed genomen, komen er ongeveer 150 tot 200 man. Dus ja, zijn 260 flesjes dan genoeg? Ja, maar niet iedereen drinkt pils. Nee, dus ik denk wel genoeg. Ik denk dat Myron en Mandy wel gaan schrikken als ze dit zien. Oké, okay, de meiden die hebben meer verstand van wijn. Oh, jij drinkt ook wel eens wijn. Ik lust wel een lekker wijntje, een rozeetje, een wit wijntje. Hij is 100 keer meer verstand van wijn dan dat ik Oké, okay, we moeten wel hebben, jongens. Nee, we zijn nu even met een sterke drank. Oké, okay, de sterke drank. Ja, we kijken gewoon naar kleur. De Beef Eater, wauw. Jullie kijken naar kleur? Ja, kijk, we hebben dit. We hebben dit Bacardi Ras. Die is rood, in plaats van normale. Bacardi Ras, oké. Okay. Die is lekker, die is lekker. Ja? Ja, die is lekker. Smirnoff is rood. Vodka, die is ook rood. Oké, okay, Smirnoff vodka. Dat was het. En? Nee, we hebben en deze. Oh ja, dit is... Old Captain Rum. Ook rood. Oké, okay, don't do alcohol, people. En vooral geen rum. Wat? Dat is toch een goede boodschap? Ja. Dat is waar. Want ik zei al in de vlog, wij halen eigenlijk drank voor de gasten gewoon. Ik zie mezelf echt absoluut niet aan de rum gaan of iets. Ja. Nee, maar je wil ook wel een beetje bieden of zo. Dat je een paar soorten drankjes hebt. Want rum zit wel ook wel vaak in mixdrankjes. Ja. Ja, we willen gewoon wat mooie dingetjes bieden aan de mensen. Zo, kijk dit dan. Dat zie ik wel vaker van die grote flessen. Van die dure flessen, €327. Holy shit. Hey, Thijs. Jij wil deze wel atten, hoor niet? €327, hè, deze. Je wilt nu meteen een challenge van maken. Er zit een lampje in meestal. Een lampje? Ha, inderdaad. Kan je die aandoen? Nee, dat kan. Dan moet je eraf halen. Wat? Er zit gewoon een lamp in. Dus. Het is wel makkelijker dan allemaal kleine flesjes. Nee hoor, dat hoeft er niet. Boah, dit is echt eng, man. Stel je laat even vallen. Ja, dat dacht ik dus ook. Daar zo. Thijs die vraagt zich wel af, waarom halen we niet een paar van die grote flessen en allemaal kleine? Dat is ook leuk, ja. Ik dacht, misschien kan het wel heel leuk zijn.
Maar het is wel zo, als je dan een mixdrankje wil schenken, hoe doe je dat dan? Ja, je hebt van die gietertjes, die kan je zo opsteken en wordt het een klein dun spuisding en dan kan je gewoon... Ja, ja, dat is hoe giet je dat? Stel je wil met deze een shotje vullen. Stel je wil met deze. Nou, dan pakken ze een opzetstukje. Maar ja. Stel je hebt geen opzetstukje. Ja, maar dan moet je hem terugzetten. Oh, okay. Wel opzetstukje. Oké, okay, je hebt een opzetstukje. Ja, je hebt een opzetstukje. Nou, drop eraf. Pak je het opzetstukje. Dan druk je erin, meestal met rubber. Dan steekt er zo uit en zo'n heel dun stokje. Ja. Dan heb je hier bijvoorbeeld een glas. Ander drankje. En hoe at je die dan? Ja, moet je wel echt een opzetstukje hebben, anders is het geen vibe. Denk. Nee, ik denk dat het kleine wel beter is hoor. Oh, oké. Okay. Okay. Ik dacht dat het een groot feest zou worden. Thijs, jij moet even helpen met de wijn. Ja, wit-rood of rosé of NN? Sowieso geen rood. Zie je, dat zei ik ook al, hè? Ja, geen rood. Ik heb echt gedronken. Nee, maar sowieso rood wijntje meer voor van, avondeten, wat is het, lekker tussendoor. Maar dat is wel thema. Dat is waar. Maar misschien heb je een rode rosé-achtige. Ik zou rosé doen, die neigt naar een beetje een rood tintje. Ja, okay. Witte wijn. Dan was nog de vraag, zoet of droog? Ja. Of wat is jouw voorkeur? Mijn voorkeur ligt altijd bij droog. Ja? Ja, toch wel. Ben je daarom zelf ook zo fucking droog? Ja, daar komt dat voor. Dus ik zou gaan voor de droog, nou, witte wijn. Wat leuks uit. Waar staat de wijn? Achter je. Maar wil jij uit Frankrijk? Ja, maar nou moet ik ook niet doen alsof ik een kenner ben. Ik zeg, ja, dat maar... die pad heb je al bewandeld. Nee. Deze ziet wel lekker uit, man. Meestal. Oei, waar baseer je dat dan? Witte, lange verpakking. Etiketje? Etiketjes zijn meestal lekker. Nee, nee, nee. Kijk, die ziet dan weer aantrekken. Hij heeft echt geen flauw idee. Ja, maar kijk, dit is één glas en dan weet ik niet meer wat ik drink. Ja, wat kies je uit? Die zijn lekker. Hoe kies je wijn uit? Lang wit etiket. Die is leuk. Ja, maar daar heb ik de beste ervaring mee met witte lange etiketten. Is dit een lang etiket? Nee. Dat is niet nee. Maar dit is een mooie kleur. Daar zou je wel uitzoeken. Welke wel? Ja, ik zou die pakken. Speel zijn plezierige wijn met een lichtelijke vanilletoon. Ja. Redelijk fruitig. Okay, wat denk je? Chardonnay. Kijk, een beetje. Oh, dat is een hele mooie. Ja? Jeetje. Ja, dat is een toppetje hoor. Rufino. Chardonnay. Ik zeg dat we deze meenemen, jongens. Ik vind hem echt wauw. En wit etiket, hè? Lang. Ja, precies. Dat is altijd goed. Nee, serieus, ziet er mooi uit. Maar is Chardonnay droog of zoet? Chardonnay is zoet, volgens mij. Ja? Wie kan het opzoeken? We hebben het gedaan, maar het stond er niet bij. Oké. Okay. Zo, nou wel Kan je even collega erbij halen, anders? Ja. Ik zal even achtervragen, hè? Ja. Hey, jongens, kunnen jullie even kijken naar die... Ik weet waar ik Thijs heel erg blij mee kan maken. Thijs, jij krijgt van mij een cadeautje. Top. Jij krijgt van mij een cadeautje. Ik ben echt benieuwd. Oh, ik heb iets in mijn hoofd, maar ik wil het eigenlijk niet zeggen. Ja, jij weet het al, denk ik. Kijk. Bro, hier. Zonder pit, vind je dat lekkerst? Bro, dit is het beste wat er is. Oh, maar die maken mij gelukkig mee. Dat is de droom, hè? Alsjeblieft, man. Wow. Perfect. Dit is niet normaal, man. Wauw. Ja, ik stapte laatst bij Thijs in de auto en toen lagen er 4 of 5 van die doosjes dadels in zijn auto. Oh, kijk hoe lang ik vooruit kan halen. Ja, dat is echt lekker, hè? Die eet ik elke dag mee. Hoeveel weegt dat? Deze weegt 450. Wel een kilo bijna. Echt sterk, hè? Oké, bro. Caviar chips, hoeveel weegt dit? 70 gram. 110. Ja, die zat wel dichtbij. Ja, okay. Die was wel nice. Wil jij eens proberen, bro? Ja, is goed. Oké, oké. Een doosje, een doos. Oké, dat is niet dom. Niet dom. 225 gram. Jammer. Hoeveel? Dubbele. Echt? Oh, 500, ja, halve kilo. Dat is niet eens een halve kilo. Nee, oh, halve kilo hoor, dat is wel gek. Ja, dat is wel moeilijk. Ja? Ik geef toe, ja. Thanks, bro. Doe me goed. Wat is er nog meer? Oh ja, ik zag net een emmer staan. Toen dacht ik echt, wow, dit is echt bizar. Check dit. Kijk dit dan, bro. Hoe dan? Ja, weet je hoeveel wel, dit is? Wel perfect voor het feestje. Hoe zwaar is dit? 2 kilo. Ja, ik denk veel meer. 2,25 kilo. Zie je? Ja, kom op. Nee, dat was een goede gok. Dat was een goede gok. Oh my god. Wat? Dit is niet normaal. Kijk hoeveel augurken. Dit is echt bizar. Zo, hoeveel kilo is dit wel niet? 5,8 kilo.
Nee, dat is gek. Die kloppen niet, man. 5,8 kilo aan augurk. Maar is het gebaseerd op het gewicht erin of gebaseerd op het complete product? Dat is de vraag. Oei, oei, oei. Kijk wat je ook allemaal hebt. Je hebt augurken D en je hebt ook augurken C. Ja, dat is maar net wel lekker. Je hebt ook altijd overal een antwoord op. Kijk, want je hebt ook augurken B en je hebt augurken A. Ja. Welke vind jij dan het lekkerst? Ik ga meestal voor A. Ja? Omdat je daarvoor al te vaak B, C en D hebt ingevuld? Precies, ja, dan moet je een beetje denken in dat ritme, weet je wel. Dat ken ik van vroeger op school. Zo, nee, ik heb nu al te veel C en D gedaan. Ik ga maar een keertje voor A. Als je al begint fout, dan doe je alles fout. Ja, klopt. Dat is wel zo. Zal ik een beetje meenemen dan? Ja, doe maar. Beetje. Garnizons B. Een beetje, of veel. Oké, ik wou het zeggen, maar nu staat de camera aan. Ik vind het echt super lekker. Wauw, bro. Dit zijn van die karamelblokjes. Jeetje. Ja, dus. Ja, normaal gesproken ligt dat dan bij zo'n ijswinkel. Nu heb je dat gewoon in je handen. Zo'n hele bak. Het is alsof je dit niet hoort te zien. Ja, alsof het verboden is. Oh, spikkels. Dat hoor je niet te zien. Hier wil ik echt mijn gezicht in duwen. Ja, zullen we dat doen? Moet je wel meenemen. Ja, moet je het wel kopen. Weet je waar ik echt mijn gezicht in wil doen? Nou? Je zoekt iets, maar... Daar is de visafdeling daarachter. Nee, toch. Dames, mag ik wat vragen? Komen jullie eruit? Ja, we wachten op jullie. Oh, echt? Ja. Oh, wij wachten op jullie. Dus waar is het misgegaan dan? Nou, wij waren al bij de kassa. Oh, en wij waren jullie aan het zoeken. We hebben een leuk idee. Nou. Nou ja, misschien ook wel een beetje kinderachtig eigenlijk. Maar spikkels halen? Ja, vertel. Ja, oh, die spikkeltjes zijn leuk, hè? Ja. Wat als we van die kleine flesjes Smirnoff halen en die in iedereen stand leggen? Als ze dan s'avonds in de tent gaan. Oh, zeg je iced? Ja, ik weet niet. Jij, in jouw tent. Nee, bij mij mag ook wel. Oh. Ik vind het wel superleuk. Ja? Want Smirnoff, je kan er altijd doen. Ja, dat is best leuk. Nou, oké, dan gaan we doen. Nee, fuck jou. Man. Weet je, ik doe jouw hoofd in die MMA, joh. Ja, doe dan. Als je mij geen hand geeft, haat je mij. Ja, dat kan ik niet nee, doen. Dat is grappig. Dat was raar, hè? Zo, ik kreeg het echt warm, man. Wil je dat niet nog een keer doen? Hoe spooky is dat? Dat was echt eng. Ik snapte er echt niks van. Maar wat je moet zien. Zo, ja, dat is echt moeilijk. Maar dat voorste wieltje, dat draait niet mee. Dat is zo irritant. Hey Thijs, alles goed met jou? Hallo. Hey, kom hier vaker, vriend? Maar dan gaan we samen even op date. Schud mijn hand, als ben je geen vriend van mij. Oh, je doet hem zelf weg. Ik wil zeggen dat jij mij niet mag. Nee, serieus, zo werkt er wel met die regels. Ik kan allemaal dingen gaan verzinnen, maar ik heb daar echt persoonlijk geen zin in om daar nou ruzie over te krijgen. Dus... En met links stel zien het. Dus jij wil zeggen dat we alsnog geen vrienden zijn. Ja, maar je hebt ook met je linkerhand gepakt, dus... Ja, omdat jij het voorstelt, dus dan weet ik dat jij de grapmaker bent. Oké, als je ook gaat doen, dan weet ik niet, man, of het nog liever zijn. Nee, serieus, ik kom alweer die spikkels tegen, dus dit is wel een teken dat we misschien moeten halen. Ja, die moet je eerst wel eentje meenemen, ja. En dat we dit zo... Nou, dat niet. Ik hoop dat ik dat niet op beeld had, maar dat schudde, maar misschien wel. Als jij één ding mocht kiezen uit deze hele winkel, wat zou je dan kopen? Jou. Wat te kopen is? Wit monster. Ja, hebben ze dat? Dat weet ik niet. Nou, ik zoek maar en dan koop ik het voor je. Baklava. Oh, daar hebben ze niet. Oh, misschien wel trouwens. Ja, misschien wel. Dit is de chocola-afdeling. Moet je niet nog een lekker chocolaatje voor Janneke halen? Yes, dat is een goeie. Ja, toch? Want daar had ik het gisteren nog over in de vlog. Weet je hoe fijn het is als je zoiets kleins haalt voor je vriendin, onverwachts, en ze zegt, schat, maak ik zo van jou. Ja. Bro. Ik ben er wel goed in, man. Ik zeg het eerlijk. Ja? Vaak van die kleine leuke cadeautjes ook even zo. Ja, dus in de avond doe je broek naar beneden en zeg, schatje. Hey, ik heb een klein cadeautje. Hij kan groot worden. Weg hier, man. Zo gaat het. Oh, deze winkel is niet goed voor ons. Maar... Ik mag hem niet meer filmen. Hey, wat ga je halen? Hé, hey, je kan ook dit halen. Je zegt, schat, zullen we samen poppen? Wow. Vind ik leuk, maar er zijn leukere dingen. Oh, zoals? In principe was het toch wel heel leuk. Koetsjesrepen. Die ga je toch niet een Janke geven, bro? Ze houdt van voetbal, hè? Zal ik even zeggen? Oh. Nee, niet Messi, bro. Dat is zo voor de hand liggend. Wat is dit dan? Dat is wel cute. Bonbons. Dat staat bombe cute. Bombaklat cute. Bombaklat! Het is gewoon ding ding ding. Hoe ging die ook weer? Goed, laat me zitten. Hey, deze dan?
Schat, ik weet dat je zoveel van Nederland houdt. Ja, heb je een paar molens? Ik had BD van bloemhout. Ja, die kan ook. Deze kan ik weet dat je van dieren uit de werpselen houdt. Wat ik, denk je? Ik vind het ook heel moeilijk. Ja, ik ga even nadenken en dan kom ik straks met iets moois, ja. En die ga je dan halen. Ja, jij bepaalt, ja. Ja, ik ben pils. Jij bepaalt voor my girls. Yes. Kans om iemand te eisen. Wat? 50 keer? En dit is mijn lievelingsdrinker, die bovenop. Die is voor mij. Ja, nice. Oké, okay, goeie. Dit is mijne. Ja? Nee. Goeie. Heb je ook toevallig witte monsters? Oh, niet naar gekeken. Ja, die zag ik ook. Wil je die pakken? Ja, die wil ik ook pakken. Oh, bro. Er is nog één roze ook over. Ja, maar dat ga je niet geven, bro. Dat was een grapje. Oh, dit is pas al. Oh, dit is de snoepafdeling. Kijk, weet je wat het is? Thijs die zei. Ja, ik was laatst in de snoepwinkel. En toen kreeg ik echt zieke nostalgie. Deze. Ja! Ja! Oh, deze is zo lekker. Oh my god. Oké, witte monster of deze? Deze man. Ja? Oké, dan gaan we deze meenemen. Flashpop. Kijk dan. Kijk hem ook blij zijn. Leuk. Ja, deze ook. Maar we hadden het erover. Nostalgie. En dat was dat Thijs ging altijd vroeger naar een snoepwinkel. Die heet nog steeds de snoeptrommel. De snoeptrommel. Ja, zo'n shout-out naar jou, mevrouw. Ja, snoeptrommel. En ik ging vroeger naar een snoepwinkel. Hi, goeiedag. En dat heette Hollebolle Grijs. Ook een leuke naam. Ja, ook een leuke naam. Maar snoeptrommel vind ik leuk. Dit is weer jeugdmemories opdoen. Nostalgie aanwekken. Kijk waar we staan, ik had het ook nog hier over. Bro, jawbreaker, kijk hoe groot deze is. On een stick. Oh man. Op een stick? Man. Zullen we die nemen? Gast. Maar deze vind ik altijd lekker. Camelballs? Er komt daar bloed uit. Bro, dit is niet goed hoor, camelballs. Had je deze ook altijd in één keer op? Ja. Die zijn ook lekker. Ja, dat was echt niet goed. Deze. Maar deze op een stok. Oh, die ja. We gaan deze meenemen. Hallo, die moeten we wel even testen. Deze moeten jullie aan Noël geven. De tandpasta. Oh, ja, inderdaad. Omdat hij wow, niet droom had. Zullen we die meenemen? Hij komt straks ook. Maar dat is wel veel, hè? Ja, is wel veel. Ja, maar het is Noël, hè? Ja, dat is waar. Laat er eentje over. Nee, maar ja, nee, we gaan het wel meenemen. Ja, die andere die geef ik wel weg. Komt goed. Die leg ik in de auto en dan ga ik die weggeven. Yes, allemaal snoep. Yes. Oh, oké, kan je deze meenemen dan? Ik ga nog even uitzoeken voor Janneke. Zo. Ik heb het. Ik heb het, ja. Ogen dicht doen of meteen kijken? Ja, weet je wat je kan zeggen? Je mag kijken. Je zegt zo'n schatje. Ik heb vanavond een sushi date voor ons. Snap je? Ja. Sushi date. Oh, hier pak ik haar mee in, man. Ja? Dit is goed, man. Ga je haar dan inpakken als een sushi rol? Zout van sushi, ja. Ik ga helemaal kapot rollen. En de rest zien we er vanavond wel aan. Nee, is dit een goeie, denk je? Nee, dit niet? Is echt een goeie. Dat is toch schattig? Ja, zo'n schatje, we gaan sushi eten. Toch, Mark? Jij bent de meid, jij weet het. Zeker. Als ik dat aan jou zou geven, zou je dan denken heel van... Zeggen, heel nice? Zeggen. Ja, lief. Ja? Ja, of heb je iets lievers nog? Zo in bed moet je dat doen. Oh, ja. Van, schat, ik heb sushi besteld. Heeft gehad, ik heb net sushi besteld. Heb je toevallig zin in? Ja, nee, echt niet. En dan? Dan moet ik even bedenken. Oh, dan zeg ik, oh nee, maar ik heb snoep. Ja, en als ze dan wel zin heeft in sushi? Dan zeg ik, oh, maar ik heb iets beter, sushi snoep. Je wint altijd, dat is mooi. Een game die je niet kan verliezen. Nee, never lose. Je bent back in the game chat. We zijn back in the game chat. Gaan we afrekenen? Ja, check dit dan, joh. Oh my god. Ik ben echt benieuwd wat de prijs hiervan is. Wow, wij zijn er net ook. Doe een inschatting. Een inschatting? Dit allemaal? Ja. Oké, okay, wat is jouw gok wat dit allemaal kost? Deze twee karren. We hebben bier, drank. Ik heb een berekening van 2400. 2400 euro? Bro. 2400 euro, dit allemaal. Ik denk iets van 1600 of zo. En jij? Ja, ik had 800, maar ik zag... 800? Oh, ik neem het. Ik denk... 1969 euro. Ik kwam me gewoon vast aan mijn antwoord. Was gewoon het eerste wat impulsief in me opkwam. Ik wist niet precies wat we hadden, maar intuïtie liep nooit. En dat is? 2400. Oké, okay. Nou is goed. Die car is zo zwaar. Nooit in de Lamborghini. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, dat is wel een goeie. Gaat er wel allemaal passen in die auto. En Mandy nog tegen mij zeggen, ja, ik help wel mee. Neem steeds in mijn car. Je hebt gewoon zweet op zijn rug van die car duwen, joh. Ik ben al helemaal sinds dat pingpong. We hebben geen chef outfit gehaald. Oh, die moeten we nog halen. Kom, we gaan naar boven. Laat de car hier staan. Ja. Uit, Thijs die zag dit staan van beneden. Hangen. Toen we beneden stonden. Dat was hem. Het is hier nog eten. Ja, het is hier heel warm, ja. Oh, die vind je fijn, hè. Die krijg je ook van mij, bro. What the fuck, man.
Oh my god, my life is amazing. Even kijken wie iemand is. Ja, die krijg ik van mij, bro. Oh, kijk deze, kijk deze. Oh ja, die wil ik ook, die wil ik ook. Ja, deze moet je achterin stoppen en dan weet je of je ziek bent of niet. Zus, lekker. Je kunt hem ook maken. Zus, wil ik ook een keer proberen. Nee, ik weet dat jij het doet, man. Doe maar niet. Dus zeg maar. Als je hem niet in je kont wil stoppen, kan je het ook veel meten. Oh, op je voorhoofd. Dat is een laser ding. Dus kom meten. Oké. Bro, dit gaat jou zo hard staan. Dat weet ik nu al. Wat een fijne afdeling. Kijk, Thijs de chef. Oh, zo'n muts. Bro, zo'n muts. Je moet er wel bij, hè. Oh, pas deze meteen. Oh, dit is zo fijn. Dit wordt zo nice. Oh, dit is geweldig. Wow, je bent net zo'n smurf nu. Oh. Dat wilde je niet. Hey, ja, wat hè. Dus maar deze sowieso. Of deze zwarte of die witte. Wow, deze is wel een beetje gangs omdat het zo laag zit. Ja, maar dit is toch wel meer chefkok. Ja, deze is wel beter, ja. Dan moet er nog een pakket bij natuurlijk. Ja, een oudje. Een shirtje. Hier kan je hier passen, maat. Rits, nee, nee. Witte? Deze denk ik. Die is wel, die is leuk. Ja, deze, maat. Kijk. Dit is maat L. Ja, denk ik wel passen even. Dit is zo mooi. Ja, want kijk, de onderkant zien ze toch niet als je achter zo'n keuken geplaatst staat. Nee, nu zie je ook niks. Welkom bij de Blinde Kookshow. Hey jongens, vandaag gaan we blind koken. Ja, hij gaat niet dicht, man. Oh, dat is een mindset. Ik zat om hier te Oh, als ik een keer flauw val, dan is het met jou door het lachen, ja, dat jongen. Ik denk ook niet met jou. Hoe ziet het eruit? Nee, niet goed. Je moet even goed serieus doen, bro. Kom op, man. Dat is waar, man. Thanks. Ja, dat is een beetje die pet. En jij ook. Hey man, dat is net... Ja, ik moet toch drukken. Deze ook nog. Zo. Oké, waar is de spiegel? Nu is hij goed, man. Oh ja, nog rechts spiegel. Bro, dit is keihard. Oh, dit is top, man. Let's get it. Super tevreden mee. Ja, maar waar ga je dit aan doen trouwens? Wanneer ik dit aan ga doen? Met de podcast vandaag. Ja? Ja. Het onderwerp. Oh my god! Oh my god! We gaan een podcast opnemen aan het eind van de dag. En vanochtend hadden we het over waar we het over gingen hebben. We gingen het hebben over eten. Zo, dat is waar. Bro, dat is wel ziek. Dat is wel echt ziek. Maar moet jij er wel ook mee? Oh, dat is wel echt ziek. Nee, alleen jij. Oké. Okay. Attentie, Henk, telefoon bij de receptie. Henk, telefoon. Je moet naar de telefoon, man. Hey, bedankt dat je even in mijn vlog wilde komen, Henk. Nee, sowieso, man. Als je daar even lekker roosje wil, dan kom even lekker aan achter. Hè. Als je snapt wat ik bedoel. Toch deze nog even passen. Je lijkt me een beetje op een boef. Die is wel liever of zo. Ja, maar die andere is leuker. De andere is wel meer chefkokkie. Klopt. Dus wat zeg jij? Jij mag een keuze maken. Ja, die andere. Dit is een saladespinner. Dit heb ik nog nooit gezien. Hier, een saladspinner. Zal ik eens nadoen? Hij tolt wel heerlijk. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik ook niet. Zal ik eens draaien en open doen? Draaien en open doen. Ja, dan zie je wat er aan de binnenkant is. Oh ja, ja, ja. Komt ie. Kijk! Shit, een saladespinner. Ja, dat is fijn, hè? Oh, ja, dat is echt fijn. Een soort wasmand. Mijn moeder gebruikte het vroeger altijd. Dat is grappig, hè? Heel hard draaien. Kijk, een nieuw outfitje voor Thijs. Nice. Kijk, hè? Ja. En een kokmuts. Cool. En waar gaat de podcast vanavond over? Oeh. Zie je, die hadden wij ook pas. Hij viel laat, ja. Echt vallen. Dat is amazing. Even serieus, Ronaldo of Messi? Ronaldo. Ja? Schat, Ronaldo of Messi? Messi. Oeh. En zo, Ronaldo of Messi? Ja. Ja, dit is sowieso 1969 euro. Oh, is dit zo specifiek? Nee. Ja, echt. Hij vindt het helemaal niet leuk, die car. Ik ga je helpen, bro, ja? Kom. Bro, Thijs is echt de grappigste guy die ik ken ooit. Oké, okay, ik help je mee. Hoeveel had jij gezegd als eindbedrag? 1600. Oh my god. 88,97. Het is 1588,97. Wat, het is bizar. Je hebt gewonnen. Yes, dankjewel. Je krijgt een kratje pils.
Oké, ik kan jullie één ding vertellen. We hebben geen rekening gehouden met de auto. Dit wordt echt zo lastig. Ja, dat weet ik zeker. Dat komt door die kratten bier. Ja, klopt. Je denkt dat het een grote auto is waar alles in past. En aan de ene kant klopt dat ook wel. Maar sowieso moeten we dit tactisch neerzetten, want die man die moet weg. Dan gaan eerst de kratten bier. Ik hoop dat we twee kunnen stapelen. Ja, dat kan. Ja, wat we sowieso moeten doen. Nee, doe zo. Deze eruit. Zet hem zo, dan kunnen de drie naast elkaar. Ja, dat is wel slim. Zo, gelukkig heb ik een grote bussenrijbewijs met al dat gewicht erin. Jeetje. Zo, mag dit überhaupt wel in de kofferbak officieel? Zoveel, ja? Je hebt gewoon een lange remweg. Ja, dat kan wel. Ik vind het wel bizar dat Marmer gewoon op 12 euro daarna goed zat. Dat is echt ziek. Dat is niet normaal. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou, gewoon een gokje. Vol! Deze moet zo, want anders kan die klep niet dicht. Oh ja. Even kijken of die klep nu dicht kan. Deze kunnen we. Ja, ja. Okay. Ja, dit wordt spannend hoor. Er moet heel veel bij jullie op schoot. Nee, maar dat is niet. Maar dat gaat nooit. Kijk hoeveel we twee kan, hè? We moeten iemand bellen. Jawel, kijk, we kunnen hier ook aan de zijkant. Kijk, zie je? Ach, leuk joh. Ja. Of we kunnen een deel opeten. Oké. Okay. Holy shit, dit kan toch niet? Wat gebeurt hier? Kijk dan. Nou, deze moet dicht. Deze moet gewoon dicht. Ik kan niet anders. Oké, hopelijk gaat hij dicht. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Kom op. Yes! Oké, maar dan hebben we nog dat kratje staan en die Fanta. Oh, daar valt iets. Kijk dan. Zit je goed? Jazeker. Ik heb mijn gordel aan. Oh my god. Niet normaal. Oké. Ja, dat kratje moet nog, ja. Kijk, dit zit bij Thijs zo. Hier hebben we de megabon. Zo. Bizar. Ja, dit moet wel, of niet? Ja, dit moet wel lukken, hoor. Lekker BVO'tje. Oh my god. Ja, ik heb eigenlijk de beste plek. Vind ik wel een beetje lullig. Oh, joh. Ik doe meteen. Het kan ook nooit normaal. Ik doe meteen de airco aan, ja? Ja. Het is je bloedheet. Hey, jij hebt wel een bak met dadels. Ja, ja, dat is waar. Het kan wel normaal. En ik heb mijn jawbreakers. Oh, lekker. Zo. Zo. Wat is dit? Wat is er? Ja, kijk dan. Ja, het is net alsof we op vakantie gaan. Op vakantie? Op vakantie. Alleen maar dit eten. Op vakantie. Op vakantie. We gaan naar Spanje met een krat bier op schoot. Lekker man. Hoeveel spullen hier. Zo, niet normaal. Zo, wat een bon ook. 4 A4'tjes. Jeetje, 1588,97 €. Eigenlijk 11 euro is dat. 11 euro en 3 cent zit je er vanaf. Schat, ik vind het niet normaal. Je hebt zoveel talent, heb ik al vaak gezegd. Nou, wie wil een jawbreaker? Ik laat jou eens proeven, man. Als je aanslaat, gewoon pak je heel. Kijk, normaal gesproken mag dit nooit, want dan is dat bij de winkel al. Kijk, nu is het open. Rijden, want ik zit best wel klem hier. Ja, is goed. Oh, nee, man. Nee? Nee. Ik was deze, man. Nee, jongen. Ik dacht dat hij veel groter had. Daar moet je toch geen zin in hebben. Hele levenskeuze of je daaraan gaat beginnen. Muziekje erbij? Ja, wel fijn. Oh, jong. Oh, wel lekker. Ja. Nee. Zou ik vragen of die meneer een jawbreaker wil? Ja, doe je. Oh my god! Roep het! Keihard uit het raam! Roep het! John Deere! Wat moest je roepen? Nee, hij toeterde! Hoorde je dat? Wow. Oh, dat deed pijn in mijn keel. Oh my god, die platen gaan breken. Die platen gaan breken. Het werkt allemaal. Zo'n simulatie. Die houten platen. Au! Oh. Ik denk dat hij het wel gefixt heeft. Of gefixt, ik bedoel gered. Heb je zin in jawbreken nu? Eerlijk? Kunnen jullie mij nee. Even vrijen? Vieze ballen. Nee, jij moet je bij je mond stoppen. Ja, we gaan je helpen, schat. Oké, bedankt. Vond je het wel een leuk ritje? Heerlijk. Ja? Zou je mij ook kunnen helpen? Die leven niet meer.
Gooi het eruit. Ja, kom eraan. Kom maar, schatje. Deze even mee. Deze even mee. Zo, je had wel zin in de popcorn, of niet? Bro, jij zit in een echt moeilijke positie. Oh, mijn benen slapen. Yes? Waar zetten we er neer? Oké, okay. Ja, ik vind het wel heel lullig, maar ik moet heel even kijken hoe het met de airco gaat. Ja, doei. Je hebt de airco klaar? Hij is klaar, het rijdt. Nice. Ja? Nou, dan gaan we even een rondje doen, denk ik. Even alles bekijken. Hey, Ian, goeiedag. Zo, gaat het goed? Ja, zeker weten. Oh, dat is een beetje priegelwerk. Ja, het is wel een beetje priegelen, maar dat komt wel goed. Nice, zo ziet het er wel... Ik heb me nu even schoongemaakt. Kijk, dit blijf je een beetje houden, denk ik. Ja, zo'n vieze richel. Ja, maar ik denk als het gewoon weer warm wordt... Kijk, als het regent, valt het een beetje erin. Ja. En dan is het toch, ja, daar doe je niet zo heel veel aan. Snap ik. Oh, ik ben benieuwd, man. Als het heen en weer gaat, is prima. Ruikt wel lekker. Ja. Ja. Oké, okay, even kijken. We hebben hier... Ja, deze is zo strak, hè. Dat is niet normaal. Hij past echt perfect. Het is gewoon een airco die gewoon perfect past bij het huis. Het is niet zo dat je denkt van, hé, hey, dat is een airco. Het hangt gewoon... Het valt gewoon weg. Het klopt gewoon met die lijnen en de lampen. En, kleur, hè? En daaronder en zo. Wow, dus je hebt dit in de muur gedaan en in de muur is het omhoog gegaan daarheen. Nice. Dat is clean. Dat is heel clean zelfs. Ik heb hem alleen even uitstaan, want hij is natuurlijk aan het schilderen. Ja, snap ik. Anders heeft hij er last van. Ja, dat is zonde. Deuren staan open. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar boven, denk ik. Ja. Nice. Hoi, yo. Die staan al bij aan, dus als het goed is... Gaan we het meteen merken? Ga ik meteen merken, ja. Oh, dat is top. Even kijken, dames en heren. Oh, wow. Hier gaat Marvin blij mee zijn. Wow. En vooral Marvin die zei, schat, het is zo warm op de kamer. Niet normaal. Dus ja. Ja, ik lig sowieso ook aan die kant. Dus ik lag veel meer bij de deur die open stond. Maar dit is echt... Oh, dit is lekker, hé. Zo. Hij zat nu wel koud natuurlijk. Ja, ja, koud, koud. Heerlijk. Nice. Clean. Ja, toch? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Aan de andere kant. Hoppakee. Ja, gewoon hetzelfde riedeltje en dan hier. En precies in het midden. Oh, ik sta precies hier in de straal. Heerlijk. Ja, precies in het midden zo. Ja, dat is perfect. En deze is zeg maar verbonden met die van de woonkamer. Ja. En die van de slaapkamer is verbonden met die van de zolder. Oh ja, nou, daar gaan we nu heen, toch? Apart van elkaar, zeg maar. Ja, precies. Die hebben allebei een eigen unit nodig buiten. Ja, ja, je hebt zeg maar je woonkamer en deze. Die zitten op één unit. Ja. En dan je zolder en je slaapkamer zitten op één unit. Oké, okay, duidelijk. Ja. Ja, nice hoor. Echt nice. Oké, okay, dan gaan we naar zolder. Ja. Let's go. Dat was de grootste uitdaging. Ja, serieus? Ja, die was wel... Die was pittig? Ja, maar om even te kijken waar we precies uitkwamen en zo met de leidingen. Wow, dit ziet er wel nice uit hoor. Zo. Kijk eens even, je merkt het ook alweer meteen. Zo, ik vind het ook een mooie grondunit. Of hoe noem je zoiets? Vloermodel. Vloermodel, ja, dat is beter. Vloermodel, ja. Netjes man. Echt nice. Maar echt naar achter. Ja joh, kijk dan. Schuin onder de goot. Ja, precies. Die loopt daar zo erin en dan naar de unit buiten. Ja. Wow, perfect. Echt perfect. Zo een beetje opslag van de koffers hier. Ja, ja, heel clean. Minder ruimte om dingen neer te zetten nou, maar... Ja, maar dat maakt niet uit. Dit is belangrijk. Zo, dit is echt fijn. Zoals je nu hier slaat, of hier op ja, dit bed... Ja, ga je het wel merken. Of op die andere kant ga je het heel erg merken. Ook omdat dit nu zo dicht kan. Alleen hierboven is nog, komt veel warmte van, maar als je nu hier zo gaat slapen, dan... Ik ga dat zeker merken. Wauw, perfect. Echt heel erg nice. Gruwelijk. Zo, dat voel je echt heel erg, zeg. Lekker, lekker. Ja, daar kwam ik echt mooi eventjes mee weg met het uitpakken. Had ik helemaal niet erg gevonden. Maar de man van de airco die moet natuurlijk ook op een gegeven moment weer er vandoor. En die was net klaar. Dus dan kan je je voorstellen dat ik natuurlijk even met hem een rondje loop voor alles. Maar is alles al eruit? Nee, de laatste twee was... Wow! De laatste zak. De laatste zak voor het idee. Kijk. Hier gaat de ding. Oh ja, die hoedenplank zal ik weer even erin doen. Dat gaat heel makkelijk. Even kijken, even dit kantje goed. Deze kant even goed. En dan is het gewoon een kwestie van schuiven. Zo. Oh, dit gaat niet helemaal goed. Die zit er weer in. Hartstikke idee. Clean hoor. Heel clean. Woep. Hey. Alles beneden gezet. Bijna alles. Nog twee dozen hier. Oi, oi, oi. Hey, vriend. Hey, dankjewel voor het helpen. Hey, je broerie, man. Dankjewel, man. Bedankt voor de lekkere dadels en het sushi. Ja, alsjeblieft wel. Doe goed, zei Janneke. Janneke. Nee, goed, fijn zo. Kun je deze nog meenemen?
Ja, kom maar, die doe ik wel. Ze staan aan één kant open, aan jouw kant. Ja, dankjewel mevrouw. Nice. Doe die maar bovenop. Ja? Dankjewel. Weet je hoe lang ik hier beneden niet ben geweest trouwens? Vertel eens. Ja, helemaal niet. Ja. Wow, het is hier echt donker, hè? Het is hier echt donker, ja. Wat? Wow, het is echt... Je ziet de diepte niet. Nee, klopt. Je ziet niet waar het einde is. Ja, het is in... Op beeld lijkt het veel meer licht, maar het is echt donker in het echt. Ja, ik zie ineens de muren. Hoppa! Heel nice. Zo, ik heb nog nooit zoveel drank gekocht. Echt ziek. Wow. Zo, klaar voor het feest? Let's go! Te eng eigenlijk. Ja. Ik moest de eerste krat daar neerzetten, dus ik was even van, hoe zit er aan ja. Mensen? Of... Zo van, oh, ik moet als eerste. Ik weet het niet. Wat? Oh, sensor. Sensor. Ik heb iets voor je. Yay! Omdat jij mij gisteren bonbons hebt gegeven, heb ik dit voor je gehaald. Oh, daar heb ik wel zin in. Dat dacht ik al. Lekker. Ik ga meteen eentje eten. Is goed. Lekker op de wc. Bro, Jan, ik was echt net vol mijn sterren aan het schoonmaken. Dat, dat hebben ze niet gezien. Ik ga voor de zeester. Lekker. Oh. Wil je ook eentje? Ja. Hoeveel jij? Ik ga altijd voor deze. Oh, lekker. Oh, kijk hoe vet dit is. Wow! Oh my god! Met een thuiszien. Wow, kijk hoeveel calorieën! 6000! Hier! Wat? Kijk dit, gast! 6000 calorieën, Jelle! Dit is 6000 calorieën! Oh, dat is zwaar, bro! Als je dit allebei opeet, dan heb je de 10.000 calorieën. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat ik die op zou kunnen eten. Denk het ook. Ja, dat is wel gevaarlijk, man. Ja, dat is wel gevaarlijk. Ja, we gaan zijn we mee bezig. Dit is echt niet normaal. Okay. Giant gummy bear, oh my god. Echt niet dom. Weet je wat je moet doen? Je moet deze voor het feest in een bak met wodka doen. En dan laten intrekken een paar nachten. En dan kun je zo'n kleine stukje snijden en dan heb je denk ik gummy bear wodka. Wow, dat is wel goed. Dat is wel leuk, ja. Dus een stokje prik. Ik vind dat je geen goed voorbeeld hebt. Weet je wat het is, jongens? Als jullie onder de 18 zijn, doe de oortje dicht. Alcohol is niet fijn. Alcohol heb je niks aan de dag. Daarna heb je altijd spijt van alcohol. Alcohol heeft eigenlijk alleen maar nadelen. Dus, maar als je af en toe een feestje wil hebben, je bent 18 plus... Pak een drankje, lekker, doe wat je wil, maar drink met maten en met vrienden. Dankjewel bro, dat vind ik wel fijn. Nee, maar dat is het zo man. Hey boys, alcohol is geen fun shit man. Het is de duivel. Nee, maar even serieus dames en heren. Wat ik al zei, en ik wil ook niet te vaak herhalen en ik wil ook niet te veel van... Oh, kijk hoe goed wij zijn, Marjan en ik drinken bijna niet. Tuurlijk, met het feestje gaan we vast wel even wat drinken. Alleen ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat drank en zo, pas daarmee op. Doe niet te veel, doe niet te gek. En we hebben nu heel veel drank ingekocht, wat ik al zei. Er komen zo ongelooflijk veel mensen, dus hou dat wel een beetje voor jezelf in de gaten. Maar goed, volgens mij zijn die dames dus alles aan het uitpakken hier in de garage. Ja, daar wil ik natuurlijk wel even komen kijken. Zo, alles aan het opensnijden. Ja. Wauw. Kijk hoe dit was één van mijn favorietjes, die aardbeien daar. Deze vind je lekker, hè? Zo, maar dit zijn dus van die mooie ronde tafels die dus helemaal vol met snoep komen te liggen. Hoe fijn is dat? Oh, deze zijn ook lekker, hè? Oh, die kersen, ja. Oh, die is ook lekker. Zo fijn dit allemaal. We hebben alleen maar rood snoep natuurlijk. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Naar deze. Zijn die daadwerkelijk zo lang als op de doos? Ja, sowieso. Echt? Zullen we kijken? Ja, die lijkt me echt fijn. Daar wil ik wel eentje van hebben dan. Ja, die ga ik dan delen met Thijs. Wow, allemaal rood snoep. Nog echt ook. Bizar. Echt bizar. Ik hoop dat de mensen trek hebben. Zo, deze is ook goed shit. Heel fijn deze. Wauw, hij is echt zo lang. De droom. Ja. Ik ga naar Thijs. Ga mij ook eentje delen. Oh my god. Thijs! 1 seconde. Bro, zullen we deze delen? Wat is dit? Zeg ja. Ja. Bro. Oh my god.
Zullen we die delen samen? Ik wou eigenlijk deze week weer een beetje gezond gaan eten. Oh, sorry voor de slechte invloed. Het is toch lang en ziek en lekker. Pak jij hem bij die tuut? Of die tuut? Nee. Ja? Oké, okay. Eén keer? Kijk of we hem in één keer opkrijgen. Oh, sorry man. Eet door, man. Ik ga rustig. Wacht even. Hé man. Zo lekker. Hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Zo lekker is het. Hoe doe jij dit? De rest is van jou. Mag ik wel. Oh, man. Ken je dat jongetje met die kauwgombal in zijn mond? Ja. Daar leek het een beetje op, hè? Ik zou niet meer van je werk houden. Oh, wow. Wow, zo lekker. Mag ik een klein stukje misschien? Ja, dit is echt lekker. Dit is goed shit. Wij hebben hem op. Bijna. Lekker hoor. Fijn, hè? Nou. Kunnen we wel, let's go, man. Tijd om papa wakker te maken. Hé, jongens. Oh, het plan. Het plan is misgegaan. Yeah, yeah. Hij voelt het, hij voelt het. Maar weet je wat ziek is? Ja, hij zat te dromen over ons. Ik voel inderdaad niet zo van. Ik moet toch even gaan kijken hoe het nou zit. Yo, man. Hé, dat is mooi, man. Hey, ik heb er net even bijgelegen, ik moet zeggen, dit bed ligt echt gek lekker, man. Ja, normaal, hè. En die temperaturen, wauw. Wauw. Ik denk, ik moet meteen even testen of het goed slaapt. Ja, dat is gelijk, heb je vriend. Maar ik moet nog iets langer testen, denk ik. Ik heb nog niet helemaal mijn review klaar. Oké, hoe lang heb je nog voor je review? Want eten is ook klaar en die heeft ook een review nodig. Oh, dan ga ik toch wel, denk ik, vanavond verder weer reviewen. Oké, en welke jij? Ja. Ik geef 5 sterren. Zo, dit is een vet shot, man. Nee, het zit echt lekker. Of licht. Hoe laat is het? 7:30 al. 7:00? Ja. Oh ja, het is 7:00 al. Wat een blessing. Ik ben echt, mijn tank is vol. Wauw. Lekker, man. Lekker. Wil je een chocolaatje? Nee, thanks. Jawel, jullie wel. Thanks. Jullie ook? Nee, ik niet, man. Nee, dat is een standaard antwoord. Ja, maar ik wil jullie ook gewoon een goed gevoel geven. Ja, maar, nee, maar doe dat niet, want het is alleen maar dat je gaat twijfelen. Ik ben niet bij jou. Ja, ik ben lekker naar het strand geweest. Nee, ja, helaas. Even. Nee, naast elkaar. Dus zeg eens tegen mij van, oh, je bent wel lekker bruin geworden. Hé, hey, jij bent wel lekker bruin, man. Ja, jij dus niet. Ciao, boys. Ik ga eten. Holy moly, dames en heren. Ik film even met mijn telefoon, want mijn batterij is leeg. En die heb ik niet hier liggen. Maar dit was zo lekker. Papatatkes, kijk dan. Op. 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 Bijna op. Dat kan je niet laten liggen, zo schat. Kom op. Je bent een doorzetter, toch? Hallo, jij dan? Zowel in het sport als in het eten. Jij dan? Film mezelf. Ja, ik ga dit... Ja, maar kijk hoe mijn bestek ligt. Wow. Hebben we dat geleerd? Ja, kijk hoe mijn bestek ligt en kijk die van jou. Ja. Dit betekent klaar en dit betekent dat ik heb heel even pauze en ik neem straks weer een hap. Ja, maar ik ben klaar. Ja, lekker. Hebben we lekker gegeten? Heerlijk. Het was niet normaal. Het was kip in de hoed. Favoriet van? Thijs. Ja, ik keek ook echt snel omhoog. In de garage staat de favoriet van Noël. Snoep. Ja. Lekker. Snoep, snoep, snoep. Dat mag er zijn. Snoep, snoep, snoep. Rot op mijn jammerij. Oh. Het is tijd, dames en heren, dat we het ijsbad gaan vullen met... Ijs. Yes. Mooi verwoord, vind ik goed. Dankjewel, dankjewel. Kijk hoeveel ijs we hebben. 24 kilo in totaal. Maar hoeveel moet erin? 24 kilo. Nee. Ja. Ja. Noël heeft zo'n diep aan koud. Nee, ik heb de laatste tijd mijn mindset veranderd. Wow. Oké. Okay. Okay. Nou, laten we dit erin knallen dan. Daar staat het ijsbad. Dames en heren, dit wordt echt een ervaring. Oh, dit wordt zo nice.
Ho, 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 ho. Even kijken. Hij zegt nu dat hij 21 graden is, maar dat moet dus kouder, hè? Ja, dat zou wel fijn zijn voor een ijsbad. Oké, kunnen we dumpen? Ja, let's go. Hoe koud denk je dat het gaat worden? Ja, weet ik niet. Het ziet er wel nice uit zo met die ijsklontjes. Met schijma breek ik nu wel een illusie. Met schijma is het ijs gewoon meer voor de... Dat lijkt dat het kouder is. Want denk je dat? Maar ja, want als, of weet je dat? Ja, dat weet ik. Want als het kouder is, als dat water echt kouder is, dan bevriest het. Dus die ijs gewoon is uit voor de saus. Maar, dan moeten we aan Mario vragen. Die heeft dat tegen mij verteld. Koud? Het is koud, man. Hé, hey Mario, nu zat dat met dat vriezen. En de Noordpool is zo laag dat het water daaronder is niet koud, want anders zou dat bevriezen. Ja. Dat kan ik daar best voor. Nee, maar het wordt over het algemeen wel kouder. Maar als het... net zo koud zou zijn als het ijs, dan zou het ook ijs zijn. Precies. Snap je het? Ja. Nice. Ice. Wow, die is groot. Zo. So, ja, dit gaat echt wel kouder worden hierdoor, hoor. Ja, sowieso. Ik denk dat je onder de prijs... Het maakt het sowieso kouder nu. Nee, oh. Godverdamme. Zo, nog meer? Ja. Wat? Vriezen. Ik had eigenlijk gehoopt dat de hele bovenkant gevuld zou zijn met ijs. Dat is wel het mooist. Dat je zo echt tussen de ijsblokjes zit, weet je wel. Ja, dit was het? Nou, hey, dat valt wel mee, hè? Koud. Zeg dat ook niet, gast. De camera staat aan. Oh. Hey, we laten even koud worden. En dan zijn we binnen 20 minuten terug. En dan, dan zal het water een stukje kouder zijn nu wel. En ja, ik denk dat... heel anders piepen. Ik denk dat het straks wel koud genoeg is, hoor. Ik weet het wel zeker, vriend. Ja, 100%. Heb je zwembroek bij, Noël? Ja. Ja? Heb je goede zin bij, vriend? Nee. Nou, maar die heb ik bij. Voor jou. Ja, komt goed. Goede zin bij? Ja, sowieso. Ik heb er zin in. Dit wordt nice, hoor. Lekker, man. Wat wil je nog meer? In de ijsbad, geniet van de palmbomen. Dat zijn toch vibes? Ja, ik zou ook heel veel willen in het leven. Ja, nou, ik vind dit wel een maar vibe, hoor. Maar je begint hoor. Het Ja. Hier gaan we van genieten, dames en heren. Ik weet het 100% zeker. Marvin is nu een lekker koffietje aan het maken voor na het eten. Ik neem nog even een lekker ijsje. En dan is er straks tijd hiervoor. Lekker, man. Dit wordt echt heel nice. Jo, je hebt geen zin in, hè? Jawel. Nu wel. Nee, maar weet je wat? Ja? Bro, nu wel. Luister, als het zo meteen koud is. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik zou er nu maar je moet het gewoon doen en daarna die benefits die je krijgt. Wauw. Eerste keer moest ik bijna huilen toen ik het ijsbad ging. Dat ga ik nooit doen. Nee, maar echt zo van wow, zo'n moment. Je lichaam bent zo bewust. Alles warmt op. Die bloedvaten die zijn open. Dus al die ontstoppingen in je lichaam van viezigheid die stromen eruit. Je bent herboren. En dat is waar we voor gaan. De innerlijke geest alignen met de present moment. Zoals Wim Hof zou zeggen. The cold is your friend. Zo moeten we opwarmen, hè? Ja, dat is wel zo. Ik ja. heb namelijk echt een Wim Hof cursus gehad. Cursus? Cursus, yes sir. En dan moet je doen alsof... Hij zei tegen mij, of ja, hij was er zelf niet bij, maar de instructeur zei... Doe alsof je een vuurballetje hebt. Push. Ja, dit heb je moeten doen. Yes sir, yes sir. En hoe lang doe je dat? Totdat je warm bent. En het is ook heel belangrijk, wanneer je uit het ijsbad komt, dat je jezelf niet gaat opwarmen met warme kleding, maar door middel van beweging. Wow. Yes sir. Goeie tip. Voor je bloed, bla bla bla. Maar dat is wel belangrijk, serieus. Nou, ik heb zin in, bro. Je hebt mij gemotiveerd gekregen. Je weet hoe we doen, man. Ja, serieus. Jij ook zin in? Ja, man. Je bent er iets moois van maken, man. Je bent echt gemotiveerd, man. Hey, we gaan echt boren worden. Nee, dat is echt super leuk, jongen, weet je dat? Ja, dit wordt echt nice. Dit wordt echt heel nice. Sowieso wordt het koud genoeg. Komt goed. Eerst gaan we nog eventjes lekker met dus een ijsje tafeltennissen. Wow. Gemaakt. Let's go. Let's go, bro. Jij gaat als eerste voor me, toch? Pak er meteen in. Ja, voor mij wel. Als jij er klaar voor bent. Is dat fijn? Het is serieus, het is. Het is wel fijn. Ja, hij is niet heel koud. Hij is niet super koud, maar nu wel. Nee, nee, ik ben. Oh, ik drijf helemaal naar boven. Ja, mindset veranderd. Ik zie mij niet staan. Ik ben veel verzekerder. Ga erbij. Ja, nee, ik ga erbij. Kom maar bij, vriendje. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Het is gewoon warm. Nee, dat is overdreven, vriend. Dat is heel overdreven. Hij is gewoon warm. Nee, nee, ga maar zitten. Hij is gewoon warm. Hé, hey, besef, je, als je, vind je dit warm? Ja, man. Want de mannendag, bro, dan is hij echt koud. Zo, hè? Inderdaad, dan moet ja. Hij echt, dan moet ja. Vind je dit al koud? Nee.
rustig gaan zitten. Ik zou nu gewoon in één keer zitten hoor. Ja. Doe je benen maar in de strik. Gewoon rustig ademen, rustig ademen. Wat doe ik nu? Diep ademen. De hele key is om gewoon in-uit, in-uit. Ademhaling zonder controle krijgen. In-uit. Dit is gewoon stress waar je even mee om moet gaan. En als je lichamelijke stress komt, dan kan je hierdoor ook mentale stress beter omgaan. Nee, maar dat is echt... Ik hoor echt niet wat je zegt. Rustig ademen nu wel. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Niks. Je zit gewoon in een koud bad. Ja. Rustig ademen. Ja. Dat is toch zo? Gewoon in een koud bad. Ja, dat is de glitch. Want jij, heel je lichaam gaat van die stressfactoren aanzetten. Van, oh, het is zo koud, ik moet eruit. Maar dat hoeft helemaal niet. Hij zit er zo lekker bij. Dat is waar. Weet je wat het mooie is? Binnenkort, Thijs die heeft mij en Noël uitgenodigd voor een mannendag. Ja, wil je eruit graag? Wow, maar die mannendag die we gaan doen wordt heftig dan, bro. Dit, ja, keer 5 denk ik. Wow, yo. Hey, wel knap dat je het hebt gedaan, bro. Want ik weet dat je er geen zin in had. Thanks. Serieus. Nee, het was nog niet super erg, maar wel koud. Een kleine voorbereiding. Ja, want Thijs die heeft Noël en mij uitgenodigd voor een mannendag. Dan gaan we allemaal toffe dingen doen, zoals eigen vuur maken, eigen eten. Gaan we in een ijsbad, gaan we trainen. Buiten in het bos of zo. Precies alles wat je opnoemt gaan we doen. Ja, dat is zo vet. Daar heb ik zoveel zin in. Ja. Dus dat wordt echt nice. Dus dit is gewoon een kleine voorbereiding daardoor. Kleine voorbereiding, kleine voorproef nog wel van wat er gaat komen. Ja. Wel lief dat jij er gewoon lekker zit. Ja. Willen jullie erin? Hebben er geen moeite mee? Nee, serieus niet. Het wendt nou gewoon. Ja. Mensen komt er wel even bij. Kom maar daar, vriend. Ik heb ook lang niet op een ijsbadje gekeken. Dus wel even lekker om er eventjes back in the game te komen, chat. Oeh. Ik vind het nog wel koud hoor. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, het is wel best... Maar omdat Thijs is zo chill op huis, denk je... Dat is echt nice hoor. Als eerste. Dit is echt een vertekend beeld, want het is echt koud. Het is echt serieus koud. Ja, het is best wel koud, denk ik. Ja, zie je? Het is echt wel koud hoor. Kijk, ik kan wel aanvoelen dat het koud is. Ja. Mijn hele benen tintelen gewoon. Maar dan is het goed. Ja. Lekker bro, rustig ademen. Dus gewoon even die ademhaling, ademhaling onder controle krijgen. En dan besef je dat je gewoon helemaal controle hebt over je lijf. Zo, besef inderdaad dat wat wij gaan doen echt 5 keer zo koud is. Ja, daar gaat echt veel ijs in. Dan kom je er ook helemaal rood uit. Ik was echt kreeft toen ik eruit kwam. Ja, echt dat is fijn eigenlijk. Ja. Maar dan doen we wel ademhalingsoefeningen van tevoren. Dus je lichaam warmt er wel op. Je bloed stroomt lekker door je lichaam, is wel iets makkelijker om te doen. Ja, want nu was onze voorbereiding tafeltennis. Ja. En frisbee hoor. Ja. Maar dit is wel een fijne achtergrond zo, met het riet zo. Alsof je op vakantie bent. Ja. Maar dit is wel, uiteindelijk komt hier in plaats van het ijsbad, uiteindelijk komt hier dus jacuzzi te staan. Ja, maar kan ook en een ijsbad. En een ijsbad daarnaast. Jacuzzi, ja, ijsbad. Precies. Alleen er komt ook nog zo'n overkapping, zo'n houten. Ja. Dus dat maakt het wel echt super tropisch zo met die bamboe. Ja, echt super dik. Echt de droom, ja. Ja, zo, maar ik vind het, ja, ik ben, dat is echt serieus zo Noël. Ik ben nu gewoon gewend en nu zit ik gewoon echt chill. Maar het is echt inderdaad gewoon even wennen. Even in de mood komen. Ja, nou niet in de mood of zo. Maar... mindset. Ja, ik weet niet. Ja. Ik zou nu ook echt wel lang kunnen zitten. Ja, want je reactie is gewoon, ik moet er meteen uit. Maar ik altijd als ik in de ijsdom ga, dan zeg ik tegen mezelf, wat is het ergste wat kan gebeuren? Je zit niet echt, je lichaam heeft stress, maar je zit niet in een stress situatie. Het is gewoon een hele kwestie is daarmee om te gaan. Je lichaam denkt dat je stress hebt. Ja, je lichaam denkt. Maar ik had toen ik dik veel in de ijs stond in de zomer of in de winter. 2 jaar terug ging ik echt 3 keer per week zo erin. Toen merkte ik ook als ik stress had in mijn hoofd, dat ik daar ook beter mee om kon gaan. Dat, ja? Gewoon, dat is precies dezelfde stress. Die je mentaal hebt en je lichaam. En dan kan je daarmee omgaan omdat je getraind bent hoe je ermee om moet gaan met je lichaam. Ja, ik geloof daar wel in. Nou, elke ochtend in het ijsbadje jij. Ja, ik denk als we het zo laten staan, het wordt niet zo warm meer als 34 graden. In de ochtend is het sowieso al kouder. Ja, dat is waar, ja. Zouden het elke ochtend kunnen doen. Ja. We kunnen ook overdrijven, maar... Dat is wel echt de beste manier om wakker te worden. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik zit er nu niet helemaal in. Dus ik moet eigenlijk wel even tot hier net zo chill liggen als Thijs. Ja. Hij heeft wel zijn schoudertjes zonder water. Ja. Dat is wel echt een verschil alweer, hoor. Ja, dat scheelt wel, ja. 100%. Dus ik ga nu ook zo lekker met mijn hoofd zo er tegenaan liggen. Ja, die armen er ook in. Oh, zo, ja. Goed met zijn haartje. Oh, lekker. Ja, want dit is weer echt heel anders, omdat ik nu met mijn borst ook helemaal onder water zit. Die voetjes drijven. Het is weer even wennen, nu ga je weer een deel onder lichaam, zodat je daar aan gewend bent. Wow, het was zo leuk geweest als jij erbij was geweest en wij in Lapland in dat ijsbrak gingen. Niks leuk. Ja.
En de hele kunst ook is, mijn ijsbad is om niet te bewegen. Want ja, als je stil zit, heb je een heel dun laagje tussen het water en je huid. Maar als je die beweegt, dan doorbreek je die. Dus als je heel te stil zit en je gaat nou je arm of zo bewegen, dan merk je dat die het koud krijgt. Ja. Dus in een ijsbad moet je eigenlijk gewoon helemaal stil en niet bewegen. Zo fijn dat je er zoveel over weet. Ja. Ja, ik heb er echt veel gedaan. Ik ben ook blij dat we het nu weer doen, want dit is weer even van... Even zo'n reminder weer van, ik zou het weer vaker doen. Ik ga hem thuis vervullen, denk ik. We zijn weer back in the game. Back in the game. Kom jij er ook bij, schatje? Maar ik ga eruit, jij mag lekker in. Is goed. Nee, niet bewegen thuis, niet bewegen. Ja. Al die waterlaagjes. wat zag je haken? Hier. Dank je. Blijf jij er nog in? Dat doe je in je nekje zo. Oké. Okay. Maar het kan zijn dat jij er zo uitgaat. Oh ja. Wow, jij ging er echt snel in. Ja. Je thuis kom gelijk, boem, zitten. Niet nadenken. Ja. Dat is het. Hé, hey, we zitten hier een beest. Dit is uitsnelgedrag. Ja, snel afgeleid. Okay. Het is echt nog wel koud hoor. Ik ga wel meteen zo hoog. Lekker hoor, schat. Lekker man. Gaat het? Ja, het gaat. Het is wel een shotje, hè? Ga je dan klappertanden? Ja, ik heb serieus koud, ja. Ja, ik heb mezelf niet warm kunnen praten in mijn hoofd, maar ik zit er lekker bij ofzo. Het ziet er wel comfortabel uit. Nee, ja. Heb je wel eens pijn in je ballen? In je ballen? Nee, niet echt. Shit man, ik zit in een probleem man. Ik zit in een probleem. Hij reageert ook echt super serieus. Ja. Ja, ik zat even te denken van, heb ik een last van mijn ballen? Nee. Ze trekken wel een beetje naar binnen, maar het is niet eens pijn. Ja, dat was echt een serieuze vraag. Maar inderdaad, als je helemaal stil ligt, dan raak je lichaam er zo aan gewend. Het is echt helemaal ontspannen. Dan voel je bijna geen kou. Nee. Mijn armen zweven ook gewoon zo. Nee, dat is goed. Zo, ik zit nu in zo'n vibe dat mijn benen gewoon warm zijn. Ja. Ja? Ja. Hey, hè? Dat had ik niet. Mijn benen voelen gewoon warm. Ja. Ja, dat is echt ziek hoor. Mijn benen voelen echt warm. Mijn kuiten, het voelt alsof mijn kuiten, ik zie je, luchtballonnen worden. Alsof die gewoon warme, bloedpompende luchtballonnen worden. Mijn kuiten. Alsof ze drie keer zo dikkerijn dan normaal. Zo voelt het nu een beetje. Zeg gekke dingen thuis? Nee. Je bloed gaat gewoon lekker stromen zo door je lichaam. Oh, maar het is wel zo inderdaad. Als je een klein beetje beweegt, dan krijg je meteen laagje. Weer koud. En meestal, als jij in zo'n bad zit en er wel een... Ja, ik beweeg. Ja. Dat is misschien dat, voor jou dat is het ding. Jij gaat proberen ook te zwemmen. Ja, joh. Dat gaat dus helemaal verkeerd. Ja. Ja. Je moet gewoon stil hangen. Ik ben nu wel weer opgewarmd, toch? Dat hoort dan niet dat je dan terug in. Ja, dan moet je juist nog. Oké, dan moet ik terug in. Nee, serieus, toch? Net als net met die bal, hè? Ik kan er nog een keer in, hoor. Ah, oké. Nee, ja, dan ja, we er nog een keer in. Even zo met de schouders. Ja, ik ga met die schouders wel even proberen, want dat heb ik nog niet gedaan, inderdaad. Zal ik er weer uitgaan dan? Ja, als je wil. Moet ik eruit gaan? Of, ja, hoor, jij kan even gezellig met Noël erin, joh. Heb je met iedereen erin gezeten? Ja, dat is wel een vibe. Dat is wel een vibe. Het zieke is inderdaad, als je nu boven water komt, hier, dan heb je het meteen warm. Ja, je lichaam warmt helemaal. Als je eruit gaat, dan gaat het ook echt je bloed door je lichaam stromen. Want hij trekt eigenlijk in het ijs wat eerst samen. En daarna gaan ze helemaal open. Dus dan warm je op. Focus. Of gewoon, ga eerst gewoon lekker zitten weer. Eerst gewoon lekker zitten zo. En probeer je benen aan de zijkant zo te doen, dan kan je ze lekker ontspannen. Ik heb elke keer met dat kontje man, die is koud. Ja, maar daar moet je doorheen, want dat is ook bij zwemmen altijd zo met je zak en zo. Ik vind altijd mijn buik, zo'n onderbuik, dat is voor mij zo'n struikelpunt. Ja? Ik zeg ook mijn kontje en mijn balzak. Dat doet ook soms wel pijn. Ja. Nu gewoon lekker zitten en daar eerst aan wennen en dan gewoon het tweede gedeelte. Lekker. Lekker Noei. Rustig. Oh, die plekje is warmer, man. Het zijn mijn billen, hè? Ligt aan die kant. Hoor je gewoon echt op je ademhaling focussen. Echt gewoon heel rustig. Oh, ik ben gewoon zo relaxed. Ik ga gewoon in slaap, joh. Toch hier in slaap. Ik ben gewoon slapen. Ik had zo net, dat is wel gek thuis, misschien weet jij daar meer over. Ik had zo net, had ik echt zo'n situatie dat ik heel even zo zat klappertanden. Ja. Maar nu heb ik dat totaal niet meer. Maar op het begin. Of tussendoor? Ja, zo net, toen Maya er nog in zat. Eigenlijk wat Noël nu een beetje heeft. Ja, dat kan goed. Zo van... Kijk mijn haren, Thijs. Kan goed. Ik heb nog nooit zoveel haren bij mezelf gezien. Je staan helemaal omhoog. En recht omhoog. Ja. Noël, daar heb ik de schoudertjes. Blijf ademhalen. Nu je die benen helemaal zo ontspannen hebt, voel je daar nog kou? Ja. Ja, oeh, ik moet daar niet op focussen. Ik ga zo snel klappen, Tom.
Denk gewoon aan lekker. Diep adem, Noël. Doe die nog zo. In, uit. Denk gewoon aan een lekkere open haard. Lekkere marshmallows met kampvuurtje. Zo krijgt alleen maar kouder. Geef geen goede tips, man. Sorry, man. Thijs, help me, bierboy. Ga eens even lekker met haar lichaam er helemaal onder. Diep in, ja. Diep op, uit. Nou, bro. Met die schouders erin. Oké, okay, 3, 2, 1. Niet nadenken, in één keer doen. Anders duurt het te lang. En alleen op je ademhaling focussen. Lekker. En je lichaam stilhouden. Alleen op je ademhaling door. Gewoon diep in, diep uit. Dus niks wat kan gebeuren. Gewoon. Ik heb het wel koud. Dit is goed nu al. Rustig ademen. In, uit, in, uit. Ik probeer te komen. Kom op, bro, rustig. Even die ademhaling zonder controle, nu wel. Niet vechten tegen de kou, gewoon diep inademen. En uit. Ja, ja, sorry, bro. Ik probeer je ook te helpen. Ja, nee. Weet je wie er bij ligt? Ja, niet echt chill. Ik kon niet meer, man. Lekker, boys. Ja, lekker. Nu voelt het lekker. Ja, nu is het wel lekker warm hier. Ja. Nu snap ik wel hier opwarmen, dat is beter. Niet gelijk die handdoeken in. Dit is echt zo bizar dat dit nu gewoon zo lekker is. Ja, dat is echt fijn, hè. Lekker. Voor mentaal ben ik nog niet helemaal. Die sterren. Ben helemaal, maar ik kom nog wel terug. Ik hoor jullie allemaal praten, maar ik weet niet. En wel, daarna ga je zo goed voelen als je een beetje opgewarmd bent. Ja, bro. Moet eigenlijk nou even lichamelijk opwarmen. Ik voel me mof als ik hem zo. Ja, nu mof heeft hem ook wel over zijn navel. Ja. Samen zo. Hey Wim Hof, als je dit ziet. Ja, man. Let ons know, man. We zijn daar, Wim. Waar ik ook heen moet. Zuidpool, Noordpool. Wij zijn met Wim. Oostpool, Westpool. Die was mooi. Die was mooi, man. Mooi afsluiten. Ja, lekker is dit. Ja. Ben je er weer bij? Ja. Ben je weer back in the game? Hier. Ben ik in the game, check. Nee, je moet warm worden. Nee, ik ga frisbier, man. Ja, ik kan best met bewegen weer warm worden. Stom, alsof normaal is. Pas op, hè. Frisbier, man. Oh. Snap je? Oké, oké. Lekker, bro. Wauw. Snap je? Oh. Wow. Oh. Komt-ie, hè? Let op. Oké. Ja, die vond ik leuk. Vond je dat echt leuk, Thijs? Nee, die vond ik echt verschrikkelijk. In de kel. Eerlijk, dit was wel lekker, bro. Eerlijk, dit was droom, man. Goede instructeur. Thanks, man. Alleen, Noël moet er wel even... Bro, Noël gaat het zo heftig krijgen. Bro, volgende week. Is het volgende week? Wanneer het ook is. Het gaat veel kouder worden. Maar hij gaat echt goed begeleid worden. Dus het komt heel moeilijk. Okay. Met de ademhalingsoefening geen stress. Ja, hij kan. Het wordt echt heftig. Het wordt heavy, man. Ja. Maar het komt veel erger dan dit. Veel erger. Ja. Yo, Noël. Yo, hey, Noël, man. En ijsbal, als je erin gaat, moet je nog een keer. Heb je geluk gehad, vriend? Als je door mijn arm gooit, ben je mijn beste vriend. Kon wel. Zo. Zo. Ik ga naar binnen, man. Ik doe de deur achter hem dicht en ga maar naar huis met zonnebroek. Mag ik nog wel even mee, vriend? Of, hey, dan wel. Ciao, we zijn er binnen. Ciao, vriend. Kijk dan, zijn body. Ben je wel schattig, man? Hé, hey, dan wel. Dat weten we, man. Die ben ik wel. Wanneer je zo denkt dat het makkelijk is en hij ja. Denkt, kut, is moeilijk. Eén hand, wow. Je moet dat geen eens opdrukken, bro. Dat is iets anders. Nee, ik ben warm, man. Doe het wel één keer opdrukken met één arm? Ik wil dat ook kunnen. Laat eens zien. Dat is mijn belachen klaar. Nee, nee. Ik denk gewoon dat jij dat heel goed kan. Doe eens vanaf de zijkant voor ons. Ja. Wat lijf, man. Ja, dat is wel sick. Oh, zijn hele benen gaan ook, zijn knieën gaan ook 90 graden. Nee, dat is zwaarder, hè? En nu zo horizontaal voor ons, zo? Ja, zo ja. Ik kan maar een aantal keren. Ik ben benieuwd hoe het er nu uitziet. Lekker, bro. Ja, ik ben trots, ik ben trots. Ik ben trots, Noël. Nu mag je naar binnen weer. Fijn. We zijn net klaar met de aflevering, met de podcast aflevering. Als jij nu met dit outfitje naar huis gaat,
En je zit in de auto en dan denkt iemand boven, maar die is echt dedication naar zijn werk. Ben ik, of misschien ga ik wel naar mijn werk. Oh ja, dat kan ook. Want de bakker staat altijd vroeg op. Ja, dat is waar. Hoezo worden niet vanzelf gebakken? Hey, ik heb nog wat veel. Oh my god. Ja. Ja, ik denk echt dat jij dit geweldig gaat vinden. En dit zie je niet aankomen. Wow, bro, niet zomaar ineens gekke dingen doen, man. Wat is dit dan? Oh my god, oh my god, wat een gek opening, hè? Dit is random. Ja, dat is vet, hè? Gaan we meteen openen? Ja, dat deden we vroeger altijd. Zo vet. Vakjes ook, man. Panini, dit is de beste. Oh, als je Ronaldo krijgt of zo. Fucking hell, bro. Oh, ik heb echt zin in. Wat zit erin, bro? Ik ben zo benieuwd. Oh, dit is echt leuk, bro. What the fuck? Dit is vet. Oké. Okay. Oh my god, bro. Ik zag een goud kaartje, broer. Oké, okay. Ik weet niet of er iets goed is of wel. Ik ook niet, man. Oké, okay. Stadion. Oké. Okay. Hey, wie is dat? Hey, ken ik allebei niet. Oké. Okay. Sinds wanneer zijn ze zo klein? Ja, ze zijn echt klein. Ja, meestal heb je één grote. Nu heb je drie van die kleintjes. Ze zijn wel goud. Ja, gewoon Marseille. Gewoon helemaal compleet. Bij München stadion, wauw! Wat zit er nog achter? Oh, ik zag Liverpool logo. Mo Salah, please. Oh fuck, ik dacht echt dat ik hem had. Ik heb wel Johan Henderson. Bro, heb je die nog één? Dit is echt vet. Ja, ik heb er nog meer. Zullen we nog eentje openen? Ja? Nog eentje. Is goed, maar die heb ik niet in mijn zak. Ja. Boven. Hey. In mijn slaapkamer. Zullen jullie ook maken samen? Oké, ga jij maar voor. Oh, ja. Laten we even pakketjes openen, we zijn zo klaar. Ja, is goed. Bro, ik ga je echt blij maken. Oh my god, hij heeft een hele pakket in zijn hand. Ja, ga maar zitten als je wil. Oh my. Mogen ze allemaal open? Ja, je mag ze allemaal openmaken. Allemaal voor jou. Fucking hell. En dan doe ik alleen de leuke reactie voor jou, voor jullie erin. Maat. Je hebt echt geen idee hoe leuk ik dit vind. Ja? Maar dat zijn er echt veel ook, hè? Ja, bro. Ik heb er één gekocht die al open is. Een beetje. Dat is gewoon een bedoeling. Dat is wel gek, maar het zijn er wel veel, ja. Oké, ben benieuwd. Wie hoop je dat je krijgt? Oké, ik hoop sowieso op Ronaldo. Even denken, dit is van 2023. Ik zou even denken, Messi zou natuurlijk ook heel leuk zijn. En Mbappé zou ook vet zijn. Neymar zou ook vet zijn. Ballas doet ze, maar ik denk dat hij erbij zit. Maar je ziet wel mijn reactie wanneer ik blij ben om een speler te hebben. Oké. Okay. Best goede spelers, Manchester City. Ja, ze doen het leuk. Die vind ik al vette kaart, die gouden. Oh my god, Hulk. Oh, dat vind ik dik. Ja? Hulk op FIFA 14 was anders, bro. Hij op FIFA 14 haalt een schot. Dat is niet normaal. Ongekend. Mensen die FIFA hebben gespeeld, FIFA 14. Dan wist je gewoon, je moest naar Hulk passen. Die maakt ze af, bro. Oké. Okay. Juventus. Ook al vet, maar niet echt spelen dat ik zeg. Er zit weer een gouden achter. Oké. Okay. Zo, drie gouden. Zo. Welke team is dit? Dit is een Griekse club. Komt niet op de naam, maar we gaan gelijk door naar de laatste. Een stadion. Stadion, weer een Griek stadion. Gymnast, ook wel goed. Maar het is een gouden achter, je ziet het, hè. Oh, die is vet! AC Milan stikken, man. Die is vet. Die is vet. Oh, en ik hou van AC Milan. Die vind ik serieus heel cool. Mijn favoriete club uit Italië, man. Zlatan Ibrahimovic. Ja, die is net gestopt, hè? Die is net gestopt, inderdaad, ja. Oké, Barcelona. Araujo, Koundé, Ter Stegen. Maar zit erachter? Ja! Wow, dit is een hele goeie. Dit is een dodelijke combinatie, hoor. Ja. Dit is een dodelijke combinatie. Wow. Kevin De Bruyne en Phil Foden. Dit is echt een dodelijke combinatie. Die mag hierbij, man. Ja, die hoort bij je zeker. Ik ken ze persoonlijk niet. Van super toffe gasten. Maar nooit van goed. Ken je dat niet? Kennen we niet. Griezmann! Griezmann is wel een vette, man. Griezmann! Ik zeg je eerlijk, die was ook gek op FIFA, man. Oh, man. Huh? Bro! Ik ga naar het WK. Wat? Is het niet de... Misschien is het wel heel bijzonder. Dit is vet. Dit is een soort chocoladefabriek kaartje. Ja, dit is Charlie Chocolate. Ja. Zo, ja, die moet er ook wel. Wat? Wat een pakket, dames en heren. Oh, weer een gouden. Dit is een gouden logo. Thiago Silva en... Maar die kennen we niet. Thiago Silva ken ik wel, maar... Even een Thiago Silva. Nee, is wel... Ben jij? Nee, maar hij is wel legend. We hebben nog twee te gaan. Oké. Mag ik ook eentje openmaken? Zeker. Jij mag kiezen welke jij wil. Nee, kies jij maar. Oké, mijn intuïtie zegt rechts.
Ik wil eigenlijk links pakken, maar ik pak het ook rechts. Oké, dan maak deze als laatste open. Ja. Ver. Oké. Donny van der Beek. Uiteindelijk zie je die is voor jou natuurlijk. Donny van der Beek. Moura, die moet je niet hebben. Alle Ajax-zielen weten waarom. Die heeft een Champions League vieze ding gedaan tegen Ajax. Ik sta zelf op PSV, maar uit respect voor Ajax, het heeft aan de kant. Oké. João Félix, hele goede speler. Goed, hoor. Hele goede speler. En Morata natuurlijk. Maar we zitten erachter. Niks meer. Oké. En zo. Goed. Komt-ie. Ja, het kan al niet beter dan dit, denk ik. Hoor deze twee. Ja, met deze. Die AC Milan. Oh, als hier Sui in zit, hè? Oei. Oeh, ik heb wel een gouden sowieso. Oh, vet. Vette nu en altijd. Oh, Chelsea! Dikke sticker weer. Dat is wel echt een dikke. Die komt wel daar te liggen, toch? Zeker weten. Kijk. Al die gouden clublogos mogen bij elkaar. Hoppakee. Real Madrid nog even erbij. Oké. Oeh, dat is mijn team. Oké. Hey, ja, inderdaad. Die mogen er niet bij, hè? Nee, die leggen er niet bij. Dat was hem. Oké. Doe deze ook weg. Want uiteindelijk gaat het om jou. Lief. Jij mag er twee uitkiezen waarvan je denkt van die vind ik echt vet. Oké. Heel simpel. Ja, deze vind ik echt vet. En deze vind ik echt vet. Snap ik, man. Dus daarvoor zou ik gaan, hoor. Snap ik. Echt vet. Mag je die meenemen naar huis, man? Wow. Hey, love it, man. Echt blij met deze. Alsjeblieft, man. Ja, en we kiezen allebei een club. Dus welke club wil jij mee naar huis? Dan ga ik toch voor AC Milan. Snap ik. Je hebt een pool, die hebt deze pool. Nou, Chelsea hier. Yes sir. Lekker, bro. Wat is het Ajax stadion? Ja, die hou ik, de rest hou ik ook, hè. Dit was wel even lachen. Dit was leuk, man. Ik kwam dit tegen in een speelgoedwinkel en dit was echt letterlijk het laatste wat ze nog hadden. Dus ik dacht, ik neem gewoon alles mee. Ik ga je misschien ook wel even eentje halen, man. Zo lachen. Leuke pakketten. Nice. Ja, toch een beetje gek om te zien dat die spelers nu op één velletje zitten. Ja. Maar dit is wel heel vet, dat het zo één geheel is. Weet je wat, bro? Omdat jij jezelf nog een pakje gaat halen, hou alles, neem alles mee. Koop misschien zo'n boekje, spaar ze, plak het erin. Lekker, bro. Bro, I love it, man. Nice. Ik ga zorgen, ik ga alles op alles zetten. Dat ik volgende keer aankom met een nieuw pakket die we samen kunnen openen. Maar dat is mooi. Dat zou mooi zijn, hè? Maar man. Zo, dames en heren. Ik heb echt een superleuke dag gehad. Ik heb ontzettend gelachen. Hopelijk jullie ook. Ik zou zeggen, vergeet er niet nog even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!